Hallo mensen, hartstikke tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe weekendvlog. Het is reeds wel laatste schooldag, ze is om 12 uur vrij, dus die gaan we ophalen. Kenji daarentegen had gisteren al zijn laatste schooldag. Doe het maar open. Dus dan gaan we daar even heen. Hé Kenji, Kenji staat al klaar. Zeg maar ook even hallo tegen de mensen. Wat gaan we doen? Gaan we Rachel ophalen. Nou, tot zo. Wie komt eraan fietsen dan? Vakantie! High five! Hallo! Eindelijk! 6 weken lang mama pesten. Ja! Hey, hallootjes! Luisteraars, namens het is een beetje donker, ik moet een beetje naar achteren. Oh, we zijn in de dark room. Wat hebben we gedaan in een sokkentempel? We hebben gekoppeld. Wat hebben we gedaan? Niet weer naar zonde, weer eruit geflikkerd, hè? Ja, jouw schuld, jij checkt het niet. Hé, hey, wel terugkomen op 2-2. Ja, we stonden 2-0 achter. En we hebben 2-2 gemaakt, ja. En ja, toen waren we eruit. Dragen we uit, weg. Dus hebben we besloten om naar de 2 te gaan. Ja hoor. Altijd feest, de 2, ja. In Stadskanaal. En weet je nog hoe het is? We zijn ook nog met z'n 2. Hallo. Ook nog, geen kerels. Wat doen jullie nog meer? Feesten, hoe kunnen toch? Fireman, hey. Hè? Maakt het meer kapot dan jullie niet. Nee hoor, dat is lekker. Fireman, dat weten jullie. Drink met mate. Ja, en ik heb beloofd om haar te passen, dus. Dat doet ze ook heb goed. Heb ik nu al spijt van? Nee, maar, ze doet het goed. Ze doet het goed. Joe! Met trots op haar. Kippy! In de house! Hey, tot morgen mensen. Bye bye! Hey mensen, leuk dat jullie nog steeds kijken. Het is inmiddels alweer zaterdag. En om onduidelijkheden te voorkomen, zal ik even uitleggen wat ik gisteren nog heb gedaan allemaal. Want dat was niet helemaal duidelijk, denk ik. Tenminste, ik vermoed dat dat nog niet helemaal duidelijk is geweest. Zoals elke vrijdagavond. Dus dan weten jullie dat alvast, dat het een vaste prik is dat ik elke vrijdagavond ga dat. Want ja, competities liggen eruit, dus... Dan moet je een beetje wat doen om een beetje op niveau te blijven. Dus ik heb gekoppeld met Kippie samen gisteren in de sokkentempel natuurlijk. En dat ging wel weer vrij goed. Alleen de knock-out ronde in de finale verloren. Wat geen schande is, want we hebben verloren van de winnaars van die avond. Dus hartstikke top gedaan, mannen. Respect daarvoor. Dus geen schande dat we van hun 2 verloren hebben. Sterker nog, we zijn dus... ik probeerde dat al uit te leggen in de 2. Maar dat was niet helemaal verstaanbaar, denk ik. Dus daarom wil ik het jullie nog een keer uitleggen. We kwamen 2-0 achter. Op de duur vochten we terug met 2-2. En stonden we allebei op een uit. Maar dan komt er zoveel druk weer op je. Ja, weer te veel nadenken. Dan heb je er weer een probleem weer. En waardoor je de dubbel mist, nou ja, zij gooien hem wel uit. Nou ja, met wel de complimenten dat wij goed bezig zijn geweest vanavond. Dus wel lekker gedaan samen met Kippie. Dus, daarna ben ik nog meegenomen naar de 2. Café de 2 in Stadskanaal. Ook altijd hartstikke gezellig. Normaal gesproken heel erg druk, maar omdat er ook Winschoten nacht gaande is in Winschoten. Waar ik normaal gesproken ook altijd heen ben gegaan jarenlang. Dan was er gewoon bijna geen kip meer te bekennen. Op de duur ging Johnny zelf ook weg. Dus hadden wij ook zoiets van... alleen Martin was er met een paar mensen die bardienst hadden. En ja, that's it. En wij tweeën. Voor de rest, ja... Zaten misschien nog 2 mannen aan de bar, maar dat was het. Dus nou ja, vanuit de 2 zijn we nog naar Bolleruut geweest. Dat is ook een gezellig knus cafeetje in Stadskanaal. Vlak bij mijn woonplaats, bij mijn huisje, zeg maar. Dus dat was ook wel te doen. En daar was het wel heel erg druk en zo. Dus daar zijn we dan naartoe geweest. En daarna gewoon op gierende banden, dat valt ook wel mee, naar huis toe. Maar ik heb verder niet in de auto gevlogd. Ik bedoel, er waren wat serieuze gesprekken gaande in de auto. En toen we de auto, elke keer als we de auto weer uit waren, dacht ik... Oh shit, ik had nog moeten vloggen. Maar dat is niet gelukt. Ik denk van, nou ja, dan leg ik het de volgende dag wel uit wat er gaande was. En nu is het wat duidelijker voor jullie. Bij deze. Ik ben even nog een klein beetje make-up aan het opbrengen. Zoals jullie zien.
Ik ga zo meteen nog even naar beneden. Zijn ze met Domino bezig. Ik weet niet of jullie dat nog herkennen van SBS. SBS 6 was vroeger altijd, vroeger, jaren terug, altijd Domino Day. En elke keer werd er weer een record, werd er weer verbroken. Weet je wel, met domino steen. Dat zijn ze beneden ook aan het doen. Dat laat ik jullie zo dadelijk allemaal zien. En, dus ik zou zeggen, blijf erbij als je dat allemaal wil zien. Dus dan zul je het meemaken. Dus tot zo. Niet klaar boven, maar ik wil even weten hoe ver jullie zijn. Nou, kleine kindjes worden groot. Hoe ver zijn jullie inmiddels? Moet je eens kijken, mensen. Wat leuk. Dit... grote kindjes worden klein. Ja, dit kennen jullie vast als iemand praat. Oh, kent je ook, ja. Kan ik niet zo goed voor. Leuk, hè? Oh, ja, sorry. Maar voor ik de zal zekerheid hebben we wat veiligheidjes ingebouwd. En als deze nu omgaat, gaat alleen dit rijtje om. Maar anders heb je een drama. Oh ja, ik zie het, ja, inderdaad. Even inzoomen. En dat met mijn MS nog stabiel en niet vast. Ja. Dat ben ik niet klaar. Absoluut niet. Het gaat hartstikke super. Nou, ik ben benieuwd hoe het over een krap half uurtje is. Krap half uurtje. Dan is hij doodleeg. Is dat zo? Jullie zijn best wel snel eigenlijk, want dit had ik nog niet verwacht. Ja, wij kunnen snel doen. Maar mensen, jullie zien, het wordt al heel wat. Dus ik ben benieuwd als de kamer straks helemaal vol zit. we gaan het zien. Ja, alleen dit is al een uitdaging om eroverheen te stappen. Oh god. Ja, mooi, wij kunnen dus alles opnieuw opbouwen. Nee, ik doe heel voorzichtig. Ja. Wat is hier warm op de grond? Ja. Holy shit. Ja hoor, met de dikke teen. Holy Tick shit. De... Nee! Valt oh, mee. Kijk dit, Rachel die heeft juist net haar eigen doos omgeschopt. Met haar been. Waardoor zij weer opnieuw kan beginnen. Ik zou eerst daar zo die stukjes er heel voorzichtig van afhalen. Want kijk, dat glijdt stukje een beetje verder. Leuk hè, Domino. Dan kun je je voorstellen dat in die hal, dat dit altijd gehouden werd, zeg maar. Dat die mensen, als die wat om lieten vallen, hoe frustrerend dat dan is. Ja, moet je eens nagaan toch? Dat dit maar een klein beetje is. En dat dat toen 10, of nee, hoeveel miljoen waren het toen? 1.293.000 steentjes. Ja, een beste hal vol, dus ja. Ah, oh, leuk dit. Ja, we moeten nog even op Rachel wachten. Ja. Ray. Jongens, help, ik lig hier niet echt comfortabel, maar alles voor een goede shot. Help, ik lig hier onder die tafel. Ik werd hier zojuist nog heel erg uitgelachen daar zo, op achtergrond. Nieuw huis gevonden. Maar goed, ja, dit is mijn nieuwe woning. Alles voor jullie. Dus jullie zullen zo meteen wel zien. Dan wordt er de eerste steen omgestoten. Oh, jullie zagen een hand. Dat is niet netjes van mij. Nou, tot zo. Hij gaat niet voelen. Zit maar aan. Jammer. Mislukt. Goed zo. En de laatste. Handjes weg. En dan mag mama alles opruimen. Ja, dat denken ze alleen maar. Alleen dat geluid al, dat mis ik gewoon. Jammer SBS dat jullie dat niet meer doen. Heel erg jammer. Maar ja, alles ligt om. Het is gelukt. Ik heb maar twee stukjes opgeschoten. Ja. Is dat zo? Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer zondag. Zoals je ziet, gewoon een beetje een bankhangdag. Een beetje dino's erop gezet, hè Rachel? Dat betekent eerste dag. Wat zijn dat voor dino's? Wat is dat voor een film? Ik wil maar eens uitleggen wat voor soort dino's er zijn. Allemaal soorten dino's op televisie. En ja, het is... vind ik leuk. Ja, ik vind jullie allebei leuk. En ik heb geen idee wat voor soort... Ja, het wordt niet echt mooi weer vandaag. Buiten, dus we zien wel. Nou, even niet doen. We zien wel wat de dag gaat brengen vandaag. En anders blijven we binnen gewoon leuke dingetjes gaan doen. Kan ook nog. Dus we zien wel wat we gaan doen. Zolang het maar niet vervelend is. Dat is nooit leuk. Maar we zullen zien wat de dag gaat brengen. Zo krijgen ze de bakkerdinosaurussen precies wat ze willen hebben. Hoi. Zij heeft niks door.
een spelletje aan het spelen. Is dat zo? Ja. Hoe heet het spel nogmaals? Want ik strompel er echt over. Is geen grapje. Geen last van. Farming Simulator 2019. Voor mij rijden we nu verkeerd. En drie keer raden waar we in rijden. Geen idee. Trekken. In wat voor één? Ja, weet ik niet. Kijk eens even. Een echte John Deere, joh. Kijk eens even. Ja, juist. Ook al vind ik die Ventractors ook wel mooi. Super, oh, die Ventractors zijn er hartstikke mooi. Ja. Mooi groot. Ja. Mooie tractors. Ja, wordt het racestuur in ieder geval tenminste nog een keertje weer gebruikt. Oh ja, racestuur zien jullie niet. Nu wel. Hij trekt een beetje bij. Ja, maar even een lampje aan doen. Dan zie je meer. Ja, weet ik, maar dat lukt denk ik niet. Ik heb dat niet in beeld staan. Oh. Maar even niet. Beeldscherm zie je wel heel erg mooi. Mm-hmm. En ondertussen ook nog gewoon televisie aan het kijken. Dat kan allemaal via Ziggo Go. Kijk eens aan, Max Verstappen. Ja, oh nee, zij niet, maar... Nee, ik kan net zeggen, dan is Max Verstappen in één keer een vrouw geworden. Ik heb twee favorieten in de Formule 1. Dat is Verstappen en Lewis. Lewis Hamilton. Ja, we gaan zo beginnen. Ook al vind ik motoren nog steeds leuker, maar maakt niet uit. Ik kijk af en toe wel even. Krijg je eens reclame. Wat duurt het lang, joh, om eventjes een rijtje tarwe in te leveren. Maxi! Ja, niet maximaal, maar Max. Ja. Even kijken, we moeten hier naar links. Bochtje! Is dat niet lastig in het trekken? Ja, dat is wel heel erg lastig. Maar je hebt eigenlijk een grote combinatie, hè? Dus, waar moet ik nou heen dan? Voor mij moet ik deze kant op. Ja, daar heb je hem. Oh. Daar had je hem. Je moet zeggen, daar had je hem. Dat is heel wat anders. Ik vind het echt zo'n boxingnaam. Lewis Hamilton, weet je wel wat je in boxringen noemt. Ah, ik zag trouwens dat 21 december 2019 uit mijn hoofd gaat Rico Verhoeven weer tegenover Badde Hari staan. Weet je hoe ik hem altijd noem? Badde Snari? Nee, Haarbal. Oh, Haarbal. Of Balharing ook nog. Hier moeten we wezen, hier gaan we verkopen. Die Engelsen die zeggen Verhoeven ook zo mooi. Ja, Verhoeven. Mooi, net alsof hij op vier poten loopt. Zoiets. Kijk eens even, John Deere, joh. Joh, nou kist het goud zwaai. Maar John Deere moeten we even lossen. Goed, we zijn nu in ieder geval op plek van bestemming. Laden en lossen. Kijk, dan gaan we de tarwe lossen en dan krijgen we ook centjes bij. Oh, krijgen we ook centjes bij. Oh, even uitzoomen. Hé, waarom ga je niet lossen? Ga jij eens even heel gauw lossen? Oh. Geduld, kiekers, een durre gouden. Ja, dan moet ik ook weer allemaal terugkomen, want die helper die doet nou op dit moment helemaal niks, want die heeft geen werk meer. Maar zijn silo zit vol. Potverdorie. Nou, dat was totaal 22.000 euro aan inkomsten. Leuk, ik kan gewoon twee dingen tegelijk filmen. Het is net wat mensen leuk vinden. Maar goed, dit is dus een leuk spelletje. Ja. Ik zei, het is net wat ze leuk vinden. Of ze vinden Formule 1 leuk, dan kijken ze liever hiernaar. Ja, of ze vinden Farmers Simulator leuk. Of ze kijk, vinden... Stemmen. Ja. En als ze echt ergens naar willen kijken, dan gaan ze gewoon mijn gamekanaal volgen. Dat kan ook. Linkje staat wel onder in de beschrijving straks. Is goed, gaan we dat doen. Of ik film gewoon allebei. Oh, dat kan ook. Hé, hey, Engelse vlag in beeld. Ja, het is de Grand Prix van Engeland, hè. Dat is logisch, dat Engelse vlag. Ja, weet ik. Kijk eens, door Aston, ja. Ja, op tweede plek, hè. Netjes. Max op 4. Ja. Maar goed. Ja, ja. Rustig. Op plek van bestemming. Ja, de combine staat daar. Dat moeten we even legen. Dan gaat hij zo meteen weer automatisch verder. Ik heb werklui in dienst, zoals het hoort. Dat lijkt een heel klein beetje op streamen. Ja, in principe. Heel een klein beetje, maar even een stukje streamen laten zien. Nou, ik zal hem erachteruit heen zetten. Hopen dat dit in één keer goed gaat. Nee, dat gaat het. Dat gaat het wel. Toen nou. Zo lastig dit.
oefening waar kunsten. Zo. Nou, dan hebben we minste kropdestructie. Kijk eens aan. Dan wordt die... Ik kan wel een beetje inzoomen. Gewoon zo, dan wordt de combine in ieder geval geleegd. Ja. Nou, dan kan dat ding zo meteen weer verder. Ik kan hier verder gaan met ogen. Ga ze in de trekker zitten. Dat kan. Leuk beeld. Kiek eens heen. Kiek eens heen. Kijk, van de achterkant zie je net helemaal niks. Net niks. Een echte, hè? Echte John Deere. Ja. Een boergeer, hè? Een boergeert. Een boerharms, toch? Nee. Oh, ben boergeert. Ben boergeert, kom van knol. Ja, toch? Kijk, ik zal hem hier even langs de kant zetten. Zo. Ja. Dat was het. En dan gaan wij nu Formule 1 kijken. Oh, niet dan? Dat dacht ik. Oh, ja, ik kijk al. Nee. Ja. Wij gaan even verder kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Even een stukje spel, zeg maar. Een beetje het stream idee, zeg maar. Dus... Ja, dat laat ik ook nog wel een keertje zien in een vlog. Ja. Als je dat leuk vindt. Gaan we doen. Pas leuk. Nou, en ik rij in Max Verstappen. Rij je in Max Verstappen? Ja, mensen, na de Formule 1 Grand Prix te hebben gekeken, wou mijn vrouw het zelf even proberen. Nou, daar zit de nieuwe Max Verstappen hoor, achter het stuur. Misverstappen. Ja, misverstappen, ja. Maar het gaat er niet gek af. Het is alleen even wennen voor haar, want ze heeft normaal altijd deze spelletjes altijd met controller gespeeld. En nu moet ze het gewoon met een racestuur doen. Zoals je hier ook kan zien. Kijk, een echt racestuur in de handen. Het zit ook echt in zo'n race seat, zeg maar. Niet in zo'n play seat, maar echt in een race stoeltje. Maar onder hebben we, ik weet niet of je het kan zien, denk het huis niet. Maar er staan ook nog twee pedaaltjes waar duidelijk op getrapt worden. Dus ja, goed mensen. Het is wat. Ja, aanval op die snelste tijd, kom op. Race als Max. Ja, ik snap best dat dit voor iemand die nog nooit zoiets gedaan heeft, alleen maar met controle, dat dit behoorlijk lastig is. Ik heb er zelf ook nog wel af en toe redelijk moeite mee, maar... Oh, het maar. Je doet je best. Wil je zelf ook nog wat zeggen, of ben je alleen maar geconcentreerd? Nou, dit is dus de geconcentreerde kant die ze zien. Oh jee. Nou, de bochten gaan er wel wat soepeler in ieder geval. Dus mijn gezicht niet te veel filmen, dan zie je echt een serieuze blik. Oh, ik ben nu even niet, maar... Dat is juist leuk om een keertje erbij te doen. Ja, dat moet je niet doen, want dat zie ik in mijn ooghoeken. Oh jee hoor, dan wordt ze verlegen voor de camera, hè nee, mensen? Ja, dat niet. Oh, geweldig dit. Vol concentratie. Kindjes in ieder geval op bed. Hè? Die beginnen nu aan 6 weken vakantie. Dan gaan we eens even kijken wat we in die 6 weken allemaal gaan doen. Goed mensen, Arma gaat zo meteen lekker afsluiten. Hier hebben jullie een kleine impressie van Arma als Formule 1 coureur. Ik zeg succes nog even, schat. Dankjewel. Nou mensen, het was een beetje een chaotische vlog deze keer, maar dat maakt niet uit. Dan mag de pret niet drukken. Maar deze wou ik de vlog even afsluiten voor vandaag, want ja, het is wel weer leuk geweest. Ik hoop ook dat jullie, ondanks dat het een beetje chaotisch was, toch hebben genoten van deze video. Doe dan een blauw duimpje omhoog en check mij en ons, zeg maar, elke woensdag om 3 uur. Weer een nieuwe vlog natuurlijk. En dan zeg ik bij deze, tot snel, beste mooi weer en mooi!